Het Wintercircus in Gent, waar de laatste circusvoorstelling plaatsvond in 1944, herbergde in de jaren 90 een schitterende verzameling oude auto's. Het was de privécollectie van vader en zoon, Mahi. Meneer Mahi? Ja. Dag meneer. Goeiedag. Goedemiddag. Aan het werk? Aan het werk. Ja. Wat kan ik voor u doen? Wel, eens rondkijken met mij samen naar het levenswerk van u en van uw vader ook, heb ik gehoord. Ja, het is voor mijn vader. Uw vader vooral. Meneer Mahi. Goeiedag. Blij u te ontmoeten. Voilà, we komen eens kijken naar uw unieke verzameling. Dat is wel, hè? Ja. Dat is dus het, u ligt aan de basis van heel de verzameling. U bent ermee begonnen. Wanneer? U bent ermee begonnen, zeg ik. Ah, ja, ja, ja. 60 jaar geleden. 60 jaar geleden. Waar ooit circusartiesten werden toegejuicht, is het nu stil. Maar wie van oude auto's houdt, wordt hier stil van emotie. Mag ik nu weten hoeveel wagens u hebt in uw verzameling, weet u dat? Dat zal bij de 1000 wagens zijn. Ja. Dat is tussen de 950 en de 1000 auto's moet dat zijn. Een soort levenswerk, zal ik zeggen, voor u. Voor mij wel. En voor de volgende generaties. Ja. Gaan die hier blijven staan of gaan die ook allemaal restaureren? Die worden ook allemaal gerestaureerd, maar dat kan nog wel enkele jaren duren. Jaren duren. Weet u hoe lang die wagen hier al staat? Ja, die staat hier zeker al 20 jaar. Ja, en toch denkt u dat die ooit nog zal gerestaureerd worden? Ja, die zal nog wel gerestaureerd worden. Is dat nu uw beroep of is dat een hobby of hoe zou u dat omschrijven? Het is een hobby, omdat moest het een beroep zijn, dan zou ik er geld over verdienen. Dat is niet het geval. Ik kan er ook niet van leven. En gelukkig gelijk heb ik mijn vrouw die ik doen werken heb. En zij maakt dat ik in leven blijf. Leuze is een troosteloos stadje in Henegouwen. Maar voor wie voldoende speurzin heeft, valt hier een parel te ontdekken. Het museum met de collectie Mahi. Zoon Mahi is hier alle dagen aan het werk. Meneer Mahi, goeiedag. Dag Paul. Mag toch Paul zeggen? Ja, natuurlijk. Lang geleden. Mijn voornaam is nog altijd Ivan. Ivan, goeiedag. Hoe gaat het met jou? Goed. Je hebt een eigen museum nu. Het is geen eigen museum, hè. Het is een museum van... Mahi-mobiels, ja. Zo gaat. Ik ben maar een klein maïtje. Het museum is gesloten vandaag. Het museum is gesloten. De hoofdzaal, de belangrijkste zaal is Ginder. We noemen ze de zaal Gila Mahi. Ja. We kunnen misschien op een balkon gaan. Kun je eens kijken, met ja. Uitzicht op de zaal. Dat is dus een deel van het levenswerk, van uw levenswerk en dat van uw vader. De grote zaal draagt de naam van de man met wie het allemaal begon. Uw vader is overleden intussen? 99. Hij heeft 2000 niet meegemaakt. Ja. En hij heeft ook de opening van het museum niet meegemaakt. Niet meegemaakt. Hij is hier nog wel geweest, 2 maanden voordat hij overleden is. Is hij hier nog komen wandelen. En toen... kon hij daar nog van verschillende auto's de merken van opnoemen. En dan was hij zo fier als een pauw om te zeggen... Je ziet, ik ben toch niet alles vergeten. In het Wintercircus wist Gila Mahi nog alles over de geschiedenis van iedere auto. Ondanks zijn hoge leeftijd werkte hij nog zelf aan de restauratie. De auto van Terstellen, dat is het hoofdwerk, zowel als het plaatwerk. Gelijk aan wat je daar zit, hè. Kijk, zo'n deur is helemaal in hout binnenin. Ja. Ja, dat is ook allemaal in hout. Dat was allemaal rot. Ja. Verkoopt u ook wagens die gerestaureerd zijn? Of had u die dan bij? Of, Verkopen, dat hebben we nooit gedaan. Verkopen doet u niet? Dat hebben we nooit gedaan. Dat gaat niet staan. Als ik een collectioneer zeg en je hebt al uw werk aan iets gedaan, dan kun je dat niet verkopen. Dat is onmogelijk. Als je dat begint te verkopen, dan ben je geen collectioneur meer. Dan ben je handelaar. En dan zie je de winst die je daar kunt opmaken. Of verlies als hij te lang blijft staan enzovoort. Maar dat komt hier niet in aanmerking. Wij denken dat zelfs niet. Al wat hier binnenkomt, blijft hier. Ja. Hij deed dat niet allemaal zelf, hè. Maar wij hadden heel wat vrienden die kwamen meehelpen. Dikwijls zaterdag en zondagmorgen. Een zeker ogenblik heeft mijn moeder dan gezegd... Het moet nu gedaan zijn, de zondag moet thuis blijven.
Het is altijd een soort hobby geweest. Het is nooit een beroep geweest. Nee, hij heeft nooit een auto willen restaureren voor iemand anders. Maar hij moet zich toch gerealiseerd hebben op een bepaald moment dat de waarde van die oude wagens dat die zeer hoog lag. Heeft hij nooit de zin gekregen om dat te gelden te maken? Nee. In 1993 herbergde het Gentse Wintercircus nog een collectie van onschatbare waarden. Maar in 1997 werden alle auto's weggehaald. Sindsdien staat het circus leeg. Het was dan in het circus een prachtig gebouw ook waar jullie verzameling stond. Waarom heb je ze daar weggedaan? We hadden geen vergunning meer, hè, om die auto's te restaureren. En zelfs ook niet meer om te stallen. En die plek was niet geschikt om daar een museum in onder te brengen? Ja, maar niet toegankelijk voor autocars, voor andere voertuigen. Dat was een heel groot probleem om te parkeren. Hè. Toegankelijkheid. Hè. Uiteindelijk verhuisde de verzameling naar Leuze-en-Hainaut. Gent was de verzameling kwijt. Het restaureren van auto's kreeg Ivan Mahi mee met de paplepel. Dus je bent als kind meteen betrokken geweest bij de passie van uw vader voor auto's? Ja, ik was verplicht van altijd mee te helpen met mijn vader. Ik moest onderdelen vasthouden, ik moest de schroefjes tegenhouden. En ja, het was van te moeten in die tijd. Maar hebt u ook die passie overgenomen of was uw vader nog meer gepassioneerd dan uzelf? Nee, ik heb die passie integraal overgenomen. Zijn bedoeling was altijd van die auto's te redden van de sloop. En zijn principe was, wij gaan die auto kopen, misschien 2 of 3... die men riskeert te vernielen. Mm-hmm. En dat was zijn passie. Veel merken die intussen verdwenen zijn. Inderdaad. In Frankrijk in de jaren 1900, uitsluitend in Frankrijk zelf, waren er al meer dan 250 merken. België. Mm-hmm. En we eindigen met Belgische auto's. Nadat je dus auto's gezien hebt van Rusland, Zweden, Nederland, Tsjechoslowakije, Oost-Duitsland, Oostenrijk, Italië, noem maar op. Alle landen zijn hier vertegenwoordigd. En België, daar waren meer dan 60 verschillende merken. Onvoorstelbaar. Vandaag de dag is men dat vergeten. Op dat gebied valt er hier heel wat te ontdekken. Bekende merken staan naast totaal onbekende. Koopt u zelf nog nieuwe wagens of oldtimers? Nee, ik ben te meestal. 1995 moesten wij verhuizen vanuit Gent. Ja. En dan was dat voorzien dat er kosten gingen komen. En die kosten, er werd dus besloten van geen auto's meer aan te kopen. En sindsdien hebben we geen auto's meer aangekocht. We krijgen wel nog veel auto's geschonken, hè. Werkt u zelf nog aan auto's? Nee, spijtig genoeg niet. Dus de restauratie van de wagens die nog niet gerestaureerd zijn, is stopgezet eigenlijk. Ja. Dus ik neem aan dat nog niet al uw wagens gerestaureerd zijn dan. Oh, nee, dat is maar een klein gedeelte. Hè. Verborgen schatten, Ivan. De helft van de auto's zijn geschonken geworden. En daar hebben wij respect voor. Voor die mensen die iets geschonken hebben. Wij houden dat in eer. Wordt allemaal beschermd, laat ons zeggen. Maar u restaureert ze op dit ogenblik niet meer. En dat is nog zo een van mijn dromen die ik zou willen realiseren. Dat is nog een atelier opbouwen, een werkhuisopbouw om die auto's te restaureren. Maar ik sta er alleen voor. En het is moeilijk om dat te realiseren. Michel Mahi, zoon van Ivan en kleinzoon van Guylain, werkte ook van kindsbeen af aan de restauratie van auto's. Neemt uw zoon de taak van uw vader en uw levenswerk over? Nee, dat kan hij niet. Want hij runt de zaak die hij overgenomen heeft. Ons vroegere zaak van auto's, nieuwe auto's, Honda. In Gent. En hij heeft daar zijn handen mee vol. Hij heeft ook een fantastische familie. Hij heeft 3 zoons. En hij is al gans zijn vrije tijd spendeert hij aan zijn familie. En dat is toch meer, dat is belangrijker dan die auto's. Dit is de garage Mahi in Gent. In de toonzaal staan alleen nieuwe modellen. Goeiedag.
Michel Mailly. Aangenaam. Goeiedag, lang geleden. Inderdaad. En u bent zelf ook in de autosector werkzaam, zoals uw grootvader, zie ik. Nooit gedacht om in de voetsporen te treden van je grootvader, je vader, om zelf die verzameling in stand te houden. Heb je daar nooit Het is zo, u herinnert zich toen u 20 jaar geleden bij ons gekomen bent, dan maakte ik eigenlijk deel uit van de restauratieafdeling. Maar op een bepaald ogenblik ben ik daarmee gestopt, eigenlijk ten gevolge van een discussie die mijn vader en ik gevoerd hebben, specifiek met de toekomstperspectieven van de collectie. Wij delen daar niet volledig dezelfde mening in. En toen is dat eigenlijk besloten geweest van te zeggen, oké, zolang dat mijn vader leeft, gaat het zijn idee zijn. En eens dat hij daar niet meer is, dan zullen we wel zien hoe dat het verder verloopt. Maar momenteel heb ik mij daar volledig uit teruggetrokken. Wat was het verschil van de visie? Mijn vader wil eigenlijk de bestaande collectie volledig in stand houden. Deels is die collectie opgebouwd geweest door mijn grootvader. Maar mijn vader heeft die collectie verder ook aangevuld met vrij modernere wagens. En ik deelde die visie niet om gewoon die wagens langs de kant te zetten. En binnen 20, 30 jaar daar dan misschien ook iets mee te doen. Omdat dat heel dure restauraties zullen worden. En dat eigenlijk veel beter dan de dag van vandaag een wagen koopt die eigenlijk in zeer goede staat is. En vandaar dan wij verschillende meningen. Nooit gedacht, toch, we hadden die verzameling beter meteen verkocht en met dat geld dat we daarvan hebben op een andere manier kunnen leven. Want het is toch een fortuin waard wat daar in de musea staat. Ik heb wel zeer veel eerbied voor hetgeen aan mijn grootvader en hetgeen aan mijn vader gedaan heeft. Dus mijn ambities zijn zeker niet om de collectie te verkopen. Maar mocht er iets gebeuren aan mijn vader en dat ik het roer in handen zou moeten nemen, dan moet ik wel eerlijk toegeven dat vandaag de dag ik wel ervan overtuigd ben dat ik die collectie bijna noodzakelijk zal moeten verkleinen. Omdat het zeer moeilijk is om 1200 auto's te gaan bijeenhouden, restaureren, onderhouden. Dat is niet meer mogelijk. Die tijden zijn voorbij, dat kan niet meer. Ik herinner mij dat ons familie zelf ons als gekken uit beschouwde en veel vrienden en kennissen en andere mensen als zeer bizarre mensen beschouwden in de jaren 50. Als mijn vader begon met te verzamelen, wie gaat nu oude wagens gaan bijhouden? Dat gaat toch niet op? Je verzamelt postzegels of uurwerken, maar toch nooit geen auto's. Ook in het bekende Brusselse museum Autoweld staat een groot aantal auto's van de verzameling van de familie Mailly. In 1985 werden de mooiste modellen van de collectie naar het Jubelpark in Brussel overgebracht. En ook de herinnering aan autoliefhebber en verzamelaar Guillaume Mailly wordt hier in ere gehouden. Het is voor ons, voor mijn vader is dat de kroon van zijn werk. En ik geloof wel dat hij dat verdient. Mijn vader is die verzameling begonnen en wij proberen die verzameling verder in stand te houden. Hetgeen dat niet gemakkelijk is. Hè? Gewoon de tijd erin steken om aan iets te beginnen. Het is mij een beetje te veel geworden. Maar toch blijft u het doen. Ja. Anders moet ik het sluiten hier. En dat is spijtig voor die mensen die ons komen bezoeken en die ons bedanken. Vanmorgen weer opnieuw een groepje mensen die geweest zijn. Mensen gaan buiten en zeggen, wij komen terug en we gaan reclame maken voor jullie. Een droom. En ik kan het niet overdragen aan iemand anders en dat vind ik spijtig.